the main event of the evening. Ja, ben ik wel ook te goal nieuws. On and on. Nee, ik ga niet plat in die octagon. Ga niet voor die elk, heb het opgezond. Heb een nieuwe invest en ze zakt me soms. On and on. Nee, ik ga niet plat in die octagon. Ga niet voor die elk, heb het opgezond. Je daddy weet niet eens waar zijn dochter komt. Oh yeah, oh yeah. It's time! Een hele goede avond. Welkom bij Octagon News, de podcast, aflevering 59. Welkom jongens, gezellig. We zijn er weer. Normaal doe ik hem aan het einde, maar deze keer aan het begin. Ik wil dat jullie allemaal gaan subscriben. We staan op 1.99k. Oh, we gaan bijna naar 2000 subscribers. Dus als je dit nu verder gaat kijken, ga je eerst subscriben. Dank jullie wel. 2000 subscribers. Hey. Wie had dat gedacht? Het is een hero, man. Allemaal door die shorts. Die heeft het versneld. Ja, man. Ja, man. Het is gek hoe dat gaat. Short is gewoon die van Leon heeft ons. Die is bij elkaar echt iets van 5 of 6 miljoen keer bekeken of zo. Maar heb je gewoon dan, als je een short opent of zo, 1 knop dat je gewoon snel kan doen, subscribe waarschijnlijk of zo? Want waarom de fuck zou je... Ja, dat kan. Je kan gewoon klikken op het logo van onze pagina ben je... Oh. En dan ben je... Ja, precies. Zo gaat het. Dus heel snel. Ai, harde video, bam, subscribe. Ja. Ja, werkt wel, man. Ja, Goedenavond, Sensei Soef. Goedenavond, Sensei Soef. Want het zakt weer een beetje in. Ja, het zakt een beetje. Het is einde van het jaar. Ik begrijp het. Je begint al afscheid te nemen van die titel. Ik ben echt heel zelfverzekerd dat ik hem gewoon weer ga pakken. Je bent in de buurt nog. Ik ben niet lekker in de buurt. Jij moet gekke shit gaan zeggen. Ja, man. Maar Bang Pennington. Ja, we hebben veel te bespreken vandaag, man. Hardste kaart van het jaar te bespreken? Hardste kaart van het jaar. Ik heb er niet echt over nagedacht, maar even denken. Wat was een andere gekke dit jaar? Sowieso iets met Pereira erop. 300, grap. Oh ja. UFC 300, grap. Dat voelt ook alweer jaren geleden, man. Ja, maar dat was april. Dat was een hardere kaart. Ja. Dat was een hardere kaart. Hardste kaart van de tweede helft. Dat was Gaethje Holloway, toch? En dan was ook nog Tsarukian en Pereira heel... Met die gekke KO. Bo Nickel was erop. Ja, dat was ook een gekke kaart. Jidi was daar ook op. Ja, die kaart. Die kaart is gek. Niet de kaart van het jaar, man. Nee. Maar hij komt in de buurt. En vooral het main event. Maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Sowieso ook wat nieuws te bespreken. Beginnen met... Onze ex-gast, Chico, gevochten tegen Tijani. Ja. Vriend van de show. Shout-out Chico Kwasi. Shout-out Chico Kwasi, inderdaad. En hij heeft het goed gedaan, hè? Ja. Dit was het eerste gevecht buiten een gevecht van Rico Verhoeven... dat voor mijn gevoel echt leefde in Amsterdam in Nederland. Ja. Was ook volgens mij de eerste keer dat Glory was uitverkocht... zonder dat Rico Verhoeven in het main event stond... Het is wel knap voor niet heavyweight. Ja, toch? Ja. En die kaart was voor de rest ook wel hard, moet ik zeggen, qua van Glory. Ja, ik volg Glory niet zo. Ik ging vooral kijken, main event. We keken bij jou thuis. Ja. Ik vond Chico deed het gewoon goed. Maar ik snapte niks van die... Ik begrijp het scoren en nog die draw. Steeds niet. Ik zag online iedereen zeggen, maar Tijani heeft veel fans. Iedereen zegt robbery. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Maar over die draw. Dus aan het eind zegt ze... Zijn we daar in plaats van 3 juryleden... zoals bij UFC hebben ze er 5. Dus die gozer zegt... De eerste scheidsrechter geeft een... Wat was het? Ik weet het niet meer. In ieder geval, hij geeft hem aan Chico. Ja. Quasi. De tweede scheidsrechter geeft hem aan Bestati. De derde scheidsrechter geeft hem aan Chico. Dus dan staat er 2-1 voor Chico. En de overige 2 scheidsrechters... Zeiden gelijk. Een draw. Dus Chico doet zijn hand omhoog. Want 2-1 is... Ja. En dan zegt hij... Dus uiteindelijk is het een draw. Dus kijk, ik zag Chico ook zo van... Hé? Maar dat is gewoon een regel. Maar jij ging me uitleggen wat die regel was die avond. Maar je weet het nu... Je snapt het nu niet meer. Ik weet bij die... Als het 3 rondes is, dus geen titelgevecht... Ja. Dan was het zo dat als de score gelijk is... Dat er een extra 4e ronde komt. Dat is die avond 3 keer gebeurd.
Maar bij een titelgevecht komt er niet een extra ronde. Maar ik snap niet dat als het 2-1 is, want je hebt 5 scheidsrechters, dan moet je het eigenlijk altijd, ja, tenzij 3, een draw scoren. Ja, of met een knockdown kan het nog gelijk worden. Want dan heb je 10-8. Ja, precies. Ik begrijp het niet, maar ja, hij heeft zijn titel behouden. Ik vond het wel rematch waardig, want het was heel close. Je had hem ook aan Tijani kunnen geven. Ja, zeker. Ja, maar ja... Die 10-8 ronde heeft Chico een soort van gered. Maar vonden jullie het 8 tellen? Ja. Ja. Het is gewoon een duidelijke regel als je door een stoot neergaat. Ik zag Tijani zeggen van, was echt geen 8 tellen, dit, dat. Ik geloof best dat hij niet... Ja, dat busy kan. Was, maar het is wel aftellen. Ja. Ja. Hij was niet uitgeleden of zo. Het was wel een beladen pot, hè? Ze waren allebei echt... Er was veel trots en eer in de ring. Ja. Ja. Maar echt die twee young boys, iedereen... Het was wel leuk geweest als er een winnaar was. Ja. Maar goed, er komt sowieso een rematch. Voor Chico is het alleen maar goed, die rematch ook. Het Chico is tof. Het is gewoon weer een groot gevecht voor hem. Ja. En het is gewoon zo dat... wat ze zeggen toch van, to be the champ, you gotta beat the champ. Dat is gewoon niet gebeurd. Hij is niet echt verslagen, dat is duidelijk. Dus hij is gewoon nog de champ en hij mag dat gewoon vieren. Bro, ik was in een restaurant, ik ben dat aan het kijken. Ik zie Chico krijgt die belt om, toch? Dus ik was al, ik dacht hij had gewonnen. Ik heb die tippokkie weggezet toen. Ja. Ik zei, ik reageer nog in die chat, toch? Hij staat, ik lees nog, ik pak mijn tele weer, ik zie ineens draw, ik denk, hè? Ja, ja. Maar het lijkt alsof iedereen voor Tijani bestaat, joh. Ja? De meeste, maar vooral in Amsterdam merk ik dat heel veel mensen kennen hem uit kringen. Ik ken wel, ik denk wel 30, 40 mensen die hem echt persoonlijk kennen. De een wat beter dan de ander, maar dan heb je automatisch zo'n beetje een band, toch? Ja. Nee, ik vond ronde 1, 4 was close en 5 kan je aan Tijani geven. En ronde 2 van Kwasi is een 10-8 ronde. En ronde 3 gaf ze volgens mij aan Tijani, maar die vond ik voor Kwasi. Dus dan komt het wel neer op een draw, ja. Ja. Nou ja, in ieder geval mooi voor de kijkers. Het was leuk om dat te kijken. En ik vond het echt leuk. Die hele card vond ik leuk. Laten we doorgaan. Ik kwam vandaag op kantoor. En mensen zien mij daar als je... De vechtgast, dus ze komen gelijk naar mij toe van... Melvin Manhoef tegen Dave Roeving. What the fuck, man? Dat kan toch niet echt zijn, dit, dat? Ik vind het ook maar heel raar. Maar iedereen op kantoor begon gelijk te zeggen... dit is sowieso doorgestoken kaart. Het is gewoon promotie. Hoe kijken jullie hiernaar? Wat is dit voor een gevecht? Wat is doorgestoken kaart? Nou ja, zeg maar, het wordt doorgestoken kaart. In de zin van... Manhoef gaat niet echt zijn best doen misschien. En het wordt gewoon, hij wint. En hij zegt, Dave Roeving heeft het goed gedaan. Het was een mooi gevecht. Hè? En dat het gewoon een gemoedelijk eraan toe gaat. Dat denken zij. En heb je gezien die stare down? Dat ze elkaar gingen duwen en zo. Dat is ook allemaal bullshit, puur voor promotie. Kijk, Manhoef is de eigenaar van Influencer Boxing, toch? Ja, boxing volgens mij wel. Ja. In ieder geval een van de eigenaren. Hij is in ieder geval volgens mij de oprichter zelf. Ja. Iedereen heeft het erover. Ik kom op kantoor en 5 mannen lopen op me af. Dat is goed gelukt. Ja, omdat het... Het is niet echt serieus, toch? Ik denk dat ze gewoon gaan knokken. Ik denk dat ze gaan knokken. Ik vind wel, zeg maar... Ik denk sowieso dat met die stare down en zo... Dat zie je wel van... Ze hebben waarschijnlijk van tevoren gewoon gedmt. We gaan er wel een showtje van maken. Dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel, ja. Maar ik denk als ze in die ring staan... Ja, waarom zou je zeg maar iets afspreken of een doorgestoken kaart doen? Waarom zou je niet gewoon matten? Wat is het nadeel daarvan? Ja, volgens mij kan Dave Roeving gewoon knokken. Hij zit ook gewoon Mike's gym. Ja, ik zou het te gunnen. Het lijkt een beetje meer op Jake Paul tegen Mike Tyson. In de zin van, je hebt wel gewoon een jonge die gewoon fit is tegen Melvin Manhoef die 50 is. En Manhoef is ook niet een echte bokser. Dus het is niet dat hij gewoon... Ja. Ik vraag me alleen af want Manhoef is voor mijn gevoel toch veel zwaarder dan Dave Roeving. Ja, dat weet ik niet precies. Wat ze het gewicht af hebben afgesproken. Maar ja, ik zie ook die comments van zijn nieuwe Jake Paul. En het geeft een beetje het gevoel met Mike Tyson om gewoon... Dat Manhoef is bijna 50, toch? Ja. Maar er zit wel een groot verschil dat Jake Paul traint gewoon echt als een professionele bokser. En die leeft gewoon als een atleet. Heeft meerdere professionele gevechten gehad. En Dave Roeving komt volgens mij een paar maandjes uit een rehab kliniek. Ja. Ja. Dus dat is wel echt iets anders. Ja. En Melvin Manhoef heeft
niet zo heel lang geleden nog in een kooi gevochten tegen Yoel Romero. Ja. Dus dat is ook iets anders dan Mike Tyson nu. Maar hij kan niet zo goed boksen als Mike Tyson. Nee, dat is waar. Zeker niet. Ja, ik vind het lastig hoe belangrijk die leeftijd is. Ik denk dat als ze gewoon gaan knokken, Mike Tyson en Jake Paul, dat Mike Tyson eraan gaat. Eraan gaat. Ik denk gewoon dat hij KO gaat. Ik denk het ook. KO. Ja. Ja. ik denk gewoon, hij gaat KO. No. Ja, Jake Paul kan gewoon echt boksen. Ja. Hier wil ik echt niet over nadenken. Okay. Ik krijg storing van die gedachte. De meeste mensen denken dit gewoon. Jij denkt Tyson. Nee, ik weet het niet. Ik heb al veel deze discussie gehad. Ik heb juist heel veel mensen gesproken die zeiden, bro, Tyson gaat sowieso winnen. En ik zeg juist de hele tijd, ik weet het niet. Want leeftijdsverschil, lang niet gevochten. Jake Paul kan echt matten. Doet er alles aan op dit moment. Dus ik weet het niet. Maar ik kan gewoon niet zo goed inschatten. Iemand die gewoon een van de allergrootste, dus sommige boxers is aller tijden, zeg maar. Ja. Hoe goed is hij nog, weet je wel? Hoe groot is dat verschil tussen iemand die gewoon niet eens in de buurt komt, niet eens 5% van het talent van Tyson? Dat heeft Jake Paul nog steeds. Niet eens 5% van het talent. Alleen hij is gewoon veel jonger en doet er veel meer aan. Ja. Maar hoe groot is die kloof, snap je? Het is moeilijk in te schatten, want misschien in die eerste twee rondes gebeurt er wel iets gek en slaat Tyson gewoon KO, omdat zijn techniek zo goed is. Ja. Ik vind het ook Daarom willen mensen het zien. Ja, het is wel daardoor interessant. En ik vind het ook niet, zeg maar, heel duidelijk van, ik ben ook wel benieuwd van wat het gaat worden. Ik ga gewoon kijken, hoor. Naar, je denkt gewoon boxing wel. Boxing influencers. Ja. Ja, ja. Ik ook. Ja. Het is volgens mij pas zondag, zag ik. Ik heb niet iets beters te doen op de zondag. Ja, zondagavond. Ja. Ik denk dat na zo'n event gaan ook wel grappig is, man. No. Misschien wel. Ja. Ik denk als we ons uitnodigen, dan gaan we. En dan hebben we, oh ja, Belal tegen Shafkat. Is announced. Ik weet niet wie ik was. Iemand liet me zo zien. Zei, rest in peace, Belal. Wat denken jullie daarover? Dat is heel slim gedaan door Dana. Die wil Belal natuurlijk zo snel mogelijk van die troon. Dus die heeft Shafkat ingeschakeld. Ja, man. Ik vind wel, ja, ik denk inderdaad wel dat Shafkat deze gewoon wint, man. Als je kijkt naar zijn record, hij finisht iedereen. Belal wordt gewoon taai voor hem. Het is gewoon wel een step up, zeg maar. Maar Shafkat sowieso favoriet. Ik zag het ook volgens mij in de quotering als Shafkat zwaar favoriet. Maar ik vind wel respect voor Belal. Want hij kan ook, zeg maar, ik weet het niet meer. Ik ga niet te snel zeggen. Dat respect heeft hij van mij, bij mij wel verdiend, dat ik niet ga zeggen, hij gaat sowieso eraf. Nee, niet sowieso. Maar ik zeg wel Shafkat gewoon favoriet. Maar sowieso niet. Eens. Sowieso. Maar ik vind wel hard van Belal dat hij gewoon direct dit gevecht accepteert. Want er zijn heel veel kampioenen die gewoon zoiets hebben van, ja, Leon Edwards is ook wel zo één. Die gewoon zeggen van, ja, ik heb net die titel gewonnen. Ik ben licht geblesseerd. Ik laat me nog even genieten van die titel. Ze gaan naar hun thuisland. Ze gaan paraat. Ik weet ook niet wat Belal voor parade zou moeten houden, maar maar je weet, vaak als mensen, als vechters die titel winnen, dan nemen ze sowieso 7-8 maanden voordat ze weer in actie komen. Wanneer was het? Het was wel juli, dus 6 maandjes. Ja, maar ja, dan gaat hij wel meer zo'n schema houden van, als hij het doorzet, 3 keer per jaar vechten. Zomer, winter, weer. Maar dat gaat er wel aan. ik hoop het. Ik hoop het ook. Had jullie tweet van Conor gezien van dat hij zo para was dat Belal champion was en dat soort shit? Nee. Ja, ik heb het gezien, maar ik heb nog wel veel te vertellen over Conor bij de Conor rubriek. Okay. Ja, man. Hij was gewoon echt para van, I cannot believe Belal is champion. Oké, UFC 308. Topuria tegen Holloway. Gaan we niet mee beginnen, maar heerlijke kaart om te gaan bespreken. Wat is de status? Heb je het opgegeven of is er nog een mogelijkheid dat je... Ik heb beef gehad. Ik zweer terecht. Ik heb beef gehad dat ik erover ben begonnen. Ja. Het ging zo ver dat ze gewoon zegt, ja, nu hoef ik mijn verjaardag niet meer te vieren. Je weet toch wel echt hoe vrouwen kunnen reageren. Ja. Want zij zegt, ja, je hebt nu al 10 keer gezegd dat je het eigenlijk niet wil. Ja. Maar ja, ik heb het al gepland.
En dat is gewoon de beste dag voor mij, verjaardag. Ja, je had de hele leukheid van mijn verjaardag eraf. Mm-hmm. Toen zei ik, ja, ja, ik vind dat we hier gewoon een normaal gesprek over kunnen voeren, weet je. Want je kan ook gewoon een andere dag kiezen. Maar goed, uiteindelijk, zij ging bijna huilen. Dus ik heb toegegeven. God bless your souls, man. Ik kijk niet eens naar ADE. Ik kijk zo uit naar volgende week. De overtoomse maal. En dan lekker op die bank ploffen. En om 9 uur kan je nog zijkant El Clasico. Dus je hebt en die kaart. En zijkant El Clasico. Oh. Ja, ik heb verloren. Maar ik ga een geweldige verjaardag van mijn vriendin vieren. Big 25. En ja, man. Dat was hem. Laten we deze aflevering niet kijken, hoor. Ik heb die poging dus nog niet durven wagen, zeg maar. Je gaat het doen? Maar ik ga het nog wel riskeren. Maar jij bent sowieso al fire, toch? Want je naar gaat naar Duitsland. Dan ga je die gewoon jagen. Ja, ik ga... Ja. Die paar van Anna gaat ook. Ik ga wel gewoon een kleine poging wagen. Van hoe belangrijk is het echt essentieel dat ik meega? Ik ga het wel proberen. Ze gaat sowieso zeggen ja. Ja, je hebt me nog nooit gezien. Je hebt me nog nooit gezien. Wel. Wie? Ome. Je was zo vaak. Oh, vaak. Ik zou met de... Moet ik die speech voor je schrijven? Nee. Lieve schat. Dus er is niet iemand die je, er is niet iemand die je daar voor de eerste keer gaat zien. Belangrijk iemand. Nee, het is gewoon dat die opa en oma dit al maanden geleden hebben gezegd. Mij en Anne hebben uitgenodigd. En al een hotelkamer voor ons hebben geboekt voor die avond. Oh, ja. Ze vinden het zo belangrijk dat we er zijn. Dat is wel heel taai. Ja, nee, je kan niet, man. Dus ik moet die poging... Jij zegt zelfs, ik kan niet. Ik moet die poging... Als je hotel geboekt. Oma heeft van toch Doekoe uit. An kan toch eenmans in die hotel slapen. En dan kom je volgende dag of zo. Verliezen geen Doekoe als ik niet ga. Dat is waar. Dat is waar. Je kan het proberen. Die zou ook in die speech staan. Ja. Ik zie de kans is bro, klein. Die van mij slaat echt nergens op, bro. Nergens. Nee, ik heb erover na... Zij werd op een gegeven moment para. En ik was al aan het nakijken. Ze werd gewoon verdrietig, hè. Ze werd verdrietig. En ik was aan het nakijken. Ben ik gek? Ben ik een klootzak? En toen zei ik gewoon op een gegeven moment... Ik zeg, ik ben gewoon echt niet met jou eens. Gewoon, het spijt me. Ook al ben je verdrietig. Gewoon, ik luister wel. Ik ga gewoon... Ik ga gewoon je verjaardag vieren. Maar we vieren je verjaardag 3 keer... Je kan het gewoon op een andere dag doen. Heb je niet geprobeerd om het een lunch te maken in plaats van dinner? Nee, daar ging dit hele... Er zijn genoeg lunchmogelijkheden. Dus haar hele punt is... Ik wil drankjes gezellig kunnen doen. Zo, en niet dat we volgende dag iets te doen hebben... of niet brak mogen zijn. Maar dat we gewoon tot laat... Dat er geen eind aan zit. Op vrijdag zei ze, wil ze niet... want dan moet ik de volgende dag voetballen. Ik zeg, ja, boeien, ik tap gewoon... wat maakt het nou uit? En... Dat was dan de enige dag dat het zou kunnen. Het was of vrijdag of zaterdag. Als je zeg maar zou willen tappen, snap je? Ja. Nee, die van jou staat niks. Staat echt niks. En zij denkt echt van wel, maar... Ik zei, elke jongen die dit hoort, is het niet met jou eens. Mijn vrienden ook niet. Ze zei, oh, je hebt het dan weer aan al je vrienden verteld. Ik zei, nou ja, wel aan Soe van Pablo. En in de podcast. 800 kijkers. Oké, jongens, te lang hierover gesproken. Laten we doorgaan. Trio 8. Wat staat er op de prelims? Staan wel wat dingen. Niet hele grote namen, maar... Ik zei net al tegen Soe van, als ik hier zou zijn... Zou ik gewoon al rustig inschakelen. Het begint om 6 uur... In de avond, bordje op schoot. Je hebt die tweede fight. Ik weet niet hoe ik die naam moet uitspreken, maar... Hij is wel redelijk bekend. Check eens hoe die heet. Fakedinov of zo. Ja, hij heeft het laatste wat ik van hem kan herinneren... is dat hij Kevin Lee KO had. En hij heeft ook een gekke record. En je hebt als laatste van die prelims... heb je Geoff Neal tegen RDA... Je hebt die Justin Tava heavyweight fight tegen die Nigeriaanse girl die ik ook wel ken. Je hebt mijn tweelingbrother Said Nurmagomedov. En je hebt Abus. Nou, ik weet ook niet hoe zijn achternaam. Maar gewoon een paar van die bekende namen. Ik zal gewoon wel inschakelen rustig. Het is onze tijd. Prelims zijn ook gewoon prima, man. Zal ik even inschakelen? Ja, dat is wel... En dan hebben we op de main card hebben we Shara Bullet staan,
Ankalaev, Murphy tegen Ige, Whittaker tegen Khamzat. Laat hem niet uitvallen met zijn ziekte deze keer. Hij ziet er topfit uit. En Topuria tegen Holloway. Gekke maincard. Ja. Toch? Jongens, niet normaal. Alleen maar mannen en killers op de kaart. Ja, wat een kaart, man. Eigenlijk had je nog Garnet tegen Volkov. Ja. In plaats van die Murphy tegen Ige. Besef. Dat zou goed zagen. Ja, die Murphy Ige vind ik wel echt dat is de enige. Dat is zo'n intermezzo van, ik denk, ook al zijn het strijkers gewoon een beetje. Ja, ja. Ja. Volkov's Garnet was wel echt, had het afgemaakt. Ja, man. Maar goed, mogen alsnog niet klagen. Ja, dit kan je wel. Dit heeft potentie om gewoon een 9 te krijgen. Als de fights, met wat voor vechters erop staan, als er wat KO's op komen en dan moet het main event mag niet teleurstellen, maar dat kan ik me niet voorstellen. Maar bro, je weet nooit hoe die shit loopt, man. Nee, je weet niet. We zijn nog een tijdje ervan af, er kan iemand uitvallen en twee fights vallen tegen en je hebt er 5. Ja, dat is waar. Maar het ziet er goed uit. Het ziet er goed uit. Ja, Bullet gaat weer vechten tegen Petrosian. Wat weten we over hem? Ik had hem even opgezocht. Ik herkende zijn naam, maar ik wist niet echt meer wie het was. Maar hij is 3-2 in de UFC. Ja, dan wordt hij gesacrificed. Dat weet ik echt niet zeker, man. Ik ben nog verder weg van overtuigd van die Bullet, man. Ja, hij heeft gewoon nog niet echt die tegenstand gehad. Ik ook niet echt, man. En die gevechten die je had was ook... Volgens mij heeft de UFC hem gewoon een beetje een contract gegeven. En zien ze hem nu gewoon als van, het is gewoon een extra entertaining fight om toe te voegen aan Abu Dhabi. Precies. Maar het is niet dat ze hem heel druk naar een titel proberen te pushen. Nee. Want als hij kampioen zou worden, dan volgens mij mag hij niet de VS in. Nee, nog niet, maar ze waren ermee bezig volgens mij, zag ik. Dus ik denk dat ze hem gewoon, het is gewoon wat heeft hij ook alweer gedaan? Hoe doe je? Heeft hij iets gedaan? Hij heeft ook criminal record, toch? Nee. Ja, dat zou kunnen, maar sowieso, VS is gewoon lastig. Khamzat mag ook het land niet in, volgens mij. Nee? VS is gewoon gek streng met mensen uit dat mannen deel. Met barba. Ja. Ze hebben geen goede ervaring met die shit. Dus, ik denk gewoon dat ze hem zien als van een goede toevoeging voor zo'n kaart, maar meer ook niet. En ik zie hem ook niet echt, zodat per se dat potentieel hebben. Ik ben nog niet overtuigd, maar is wel leuk. Die Petrosian, die komt ook van een loss. Hoor. Ja. Die geven ze gewoon aan hem. Hij staat 3-2. Ze hebben hem gewoon iemand gegeven van, laat een Fatu begin van de main card. En gewoon iemand gesacrificed voor Bullet om gewoon harde kicks op te doen. Ja. Eigenlijk. Letterlijk. Ja. Ja. Letterlijk, ja. En dat wordt ook gewoon leuk. Want die Bullet heeft wel een harde stijl. Het is gewoon entertaining. Ja. Gekke kicks. En dan is gewoon een goed begin van die main card. Ja, eens. Prima om weg te kijken gewoon. Ja. En dan heb je Ankalaev tegen Rakic. Ja, een goede fight. Dit is een harde fight. Ja, dit is een harde fight inderdaad. Veel op het spel toch? Dus ja. Als Ankalaev nu vombot doen. Als hij nu vombot. Ja. En hij moet niet tegen Özdemir of zo, toch? Het is gewoon wel echt een fight. Het is echt... Rakic heeft nu van Jiří verloren, maar hij zag er daarvoor wel echt goed uit. Echt goed uit. Ja. En ook tegen Jiří. Die eerste ronde maakte hij helemaal kapot. Ja. Tenminste, helemaal kapot. Daarvoor had hij ook tegen Jan, maar dat was die blessure volgens mij. Ja, tegen Jans. Dat was de blessure. Blahovic zag hij er echt goed uit en toen raakte hij geblesseerd. Dus eigenlijk kon je zien van Rakic is wel echt verbeterd, zeg maar. En dus het is gewoon een taaie fight, man. Zeker. En Ankalaev moet winnen. Ja. Hij moet winnen. Hij heeft ook gewoon een grote mond over Pereira. Ja. Stel je voor, gaat hij dan gaan. Je weet dat Pereira gewoon gelijk social media gaat posten. Ja. Met een Fatu. Ja, man. Dus er staat heel veel op het spel. Ik denk voor Rakic minder. Ondanks dat er ook veel op het spel staat. Maar hij kan er veel met minder druk ingaan dan een Ankalaev. Ja, maar voor Rakic het sowieso minder druk. Maar Rakic is ook weer, als hij deze verliest, heeft hij opeens 3 L's op zijn record. Ja. En dan dat is het waar. Hij heeft gewoon echt titelaspiraties. Dat is waar. Maar op een andere manier, snap je? Ja, tuurlijk. Ja, Kalaev, dat is het hele verhaal van dit gevecht, is die pressure. Dat gewoon iedereen checkt van, je hebt grote mond, je wil champ worden. Ja. Als hij nu verliest, bro. Hij mag niet verliezen, man. Ja, hij moet niet tegen een niets nut. Dus dat kan nog heel spannend worden, man. Ja. Dan hebben we
Ja, dus het favoriete gevecht van iedereen. Murphy tegen Ige. Het is zo'n gevecht, het kan verrassen. Want het zijn wel twee strikers. Het kan opeens een gekke war worden of zo. Dat iedereen dat onderschat en het wordt opeens lijp. Maar ik denk ook dat dat niet gaat gebeuren door hun stijlen. Die Murphy heeft vaak decisions. Ige heeft soms een KO, maar ook vaak decisions. Ik zie het gewoon zo'n decision worden, een beetje staand. Maar wacht, dit is dus, dit is dat gevecht voor, is Ankalaev voor Khamzat of is dit het gevecht voor Khamzat? Dit is het gevecht voor Khamzat. Oh, dat is wel raar. Ze hebben het gewoon ertussen geplaatst, omdat ze, ik denk dat ze anders bang waren dat mensen pas vanaf Ankalaev gaan inschakelen. Dus je weet hoe ze dat tuurlijk, doen, toch? Ja, ja, dat is ja. Inderdaad. Tuurlijk, ja. En alsnog aan mensen uitschakelen. Ja, maar dan ben je wel ingeschakeld. Heb je hem al aangezet voor Bullet en Ankalaev. Ja, ja. Dat is en dan gaan mensen gewoon naar toilet en zo, maar hij staat aan. Ja, daar gaat het om natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja, nee, ja, dat hebben ze goed gedaan. En wie weet wordt het toch gewoon een ja, het leuke... is wel stand-up. Het is tenminste niet, waarschijnlijk niet heel dooi. Nee. En dan eindelijk Chimaev tegen Whittaker. Heerlijke fight. Ja. Whittaker nog steeds hongerig. Ja, man. Whittaker is geen grap, bro. Die man nee, is... Man. Ik weet gewoon, ik heb lang nagedacht wat ik later moet gaan voorspellen. Whittaker is, ja. Hij is, en hij is de eerste middleweight, echte middleweight, tegen wie hij komt te staan. En dan is het ook Whittaker, dat is niet een van de minste. Ja. Dus dit wordt echt een hele, hele, hele zware test voor Khamzat. Ik zou niet heel raar opkijken als hij hem verliest. Nee, zeker niet. Wat zijn quoteringen? Ik ben wel benieuwd bij deze. Ik denk dat Khamzat wel favoriet is. Ja? Ja. Maar licht, denk ik. Zo, ja. Ja, ik heb hetzelfde, man. Ik ben gewoon echt lijp benieuwd. Want het is ook eerste keer 5 rondes, hè? Ook. Dat eerste 5 rondes van Khamzat. Iedereen... Khamzat krijgt veel haat over zich heen de laatste tijd, man. Overal in de comments van... Dat hij nooit meer vecht. Dus eigenlijk waar hij zo bekend om stond toen hij begon... Ja. Veel vechten. Dat is nu helemaal omgedraaid, zijn imago. En dan tegen Usman zou hij zo titelgevecht krijgen. Maar Usman was geen echte middleweight. Daarover werd hij ook gehaat. En dan zeiden ze van, ja, hij heeft wel gewonnen. Maar als het 5 rondes was, dan had Usman gewonnen. Dus telkens proberen ze iets te zoeken. En nu, als je deze wint, dan kunnen ze vrij weinig meer zeggen. Ja, dan is hij weer helemaal terug inderdaad. Ja. Maar Whittaker is geen grijp. Whittaker heeft ook nog titelaspiraties, dus... Ja, ik denk wel dat die... Het is gewoon inderdaad heel jammer hoe het is gelopen van die... Dat hij 2 keer in een maand vocht of zo. Dat waardoor iedereen hem zo hard vond, lijp actief. Dat het zo is gelopen dat hij nu, zeg maar, die guy is die heel moeilijk in die kooi te krijgen is. Maar ik denk nog steeds dat hij wel echt fucking hard is. Dat die 5 ronde shit, dat hij geen goede cardio zou hebben. Ik denk dat dat een mythe is. Ik denk dat zijn cardio gestoord is. Dat gaan we nu dus zien. Dat gaan we dus nu zien, ja. Maar ik denk dat er een soort verhaal is ontstaan van hij heeft geen cardio. Maar ik... Of we gaan het niet zien. Het is 5 rondes. Ja, dat kan. Het is 5 rondes. Dus dat wordt interessant te zien. Het kan inderdaad ook dat hij hem vroeg gewoon echt domineert ronde 1 en 2 en een submit of zo. Ja. Maar volgens mij word ik hem nog nooit verloren op submission. Nee, ja, ik denk als Khamzat gewoon niet zo idioot vecht als tegen, hoe heet onze Braziliaanse vriend? Burns. Dat hij gewoon wel, doen luister hij naar zijn coach en zo, dat hij gewoon easy die 5 rondes gaat halen. Ja. Zeg maar, hij moet niet... Want iedereen zegt van, ja, hij was moe toen tegen Burns, maar Burns was even fire, bro, zo niet nog fire. Fire zijn. Dat tempo was gewoon zo gestoord, dat ja, het was niet dat Burns won op cardio. Maar Usman, ik heb Usman gisteren wel teruggekeken, daar was hij wel moe, man. Je had ook een gebroken hand. Maar dat kan ook wel vertellen, inderdaad, ja. Het gebroken hand. Dus daar kunnen we niet goed van weten. Maar kijk, bijvoorbeeld toen hij tegen Kevin Holland moest. Toen ging hij met een gek tempo. Ik weet nog dat volgens mij Joe Rogan zei van... weet je, hij moet wel oppassen met dit tempo. Maar hij wist gewoon, ik ga deze man overrompelen. Ja. Maar met dat tempo was hij ook... Hij moest dat 5 rondes tegen Kevin Holland. Lukte hem niet, zou hij gewoon ook niet halen, zeg maar. Snap je? Dus hij, tegen zo'n tegenstander als... Ik geloof wel dat hij gewoon gaat luisteren en wat meer gaat aankijken. En dan is er niks aan de hand. Hij moet niet zo erin gaan. Ja, ik weet het niet. Maar... Ja, het wordt gewoon... Maar tegen Usman ging hij ook met dat tempo. Begon hij ook, ja. Ja, toen had hij hem de eerste ronde gelijk Ja, maar aangepakt. Hij moest tegen Usman heel hard strijden om hem, zeg maar, laag te houden, toch?
Ja. Ja. Maar was hij echt moe? Ik kan me dat niet zo herinneren. Hij was moe, ja. Ja, hij werd wel moe. Derde ronde was hij echt... Toen begon Usman zeg maar over te nemen. Toen begon Usman juist... Ja, maar was het duidelijk dat hij moe was? Of had hij gewoon, dacht hij gewoon, ik zit deze ronde uit, want ik heb een gebroken hand? Nee, hij was duidelijk moe. Het leek wel alsof hij moe was. Dat is interessant. Het kan ook gewoon wel zo zijn. Dat... Want iedereen zei toen van, als het 5 rondes was, wil ik niet weten wat Usman met hem had gedaan. Ja, dat zegt ook iedereen, maar ik weet dus niet of ik daarmee eens ben. Nee, dat snap ik. Maar we hebben nog niet duidelijk kunnen zien. Die quotering is trouwens 2,63 voor Whittaker en 1,49 voor Khamzat. Best wel een serieus verschil, man. Ja. We hebben Khamzat nog nooit tegen een echte middleweight gezien. Dus dat moeten we nu gaan zien. Ja. Voor wie zijn jullie? Dat is een rare vraag. The fuck? Voor Whittaker. Whittaker is echt... Jullie fokken ook lui met Whittaker. Ik fok lui met Whittaker, Niet op deze manier. What the fuck, man. I love it. Ik ben ook van Gamzat, maar ik dacht bij deze is het best lastig. Ik ben lui van Gamzat. Ik hoop echt... Ik hoop echt dat Gamzat gewoon overtuigend wint. Of in ieder geval, al wint hij niet overtuigend, dat het gewoon een lijpe rumblings is. Maar dat iedereen gewoon respect weer heeft na deze. Want Gamzat, de respect is een klein beetje verloren, doordat hij vaak niet heeft gevochten en zo. En ik hoop dat hij weer actief kan zijn na dit gevecht. Zodat we wel weer die superster die ik nog steeds denk dat hij kan zijn. Ja. Kan zijn in 2025. Ja. Dat is wat ik hoop. Ik heb precies hetzelfde. Maar ik hoop dat ook heel erg. Hij heeft nu ook een nieuw team en zo, zei hij. Ja. Dat hij vaker zijn rust moet pakken van zijn team. Hij trainde gewoon te hard. Ja. Ja. Maar ja, je hoort dat verhaal ook wel vaak. Je moet het allemaal afwachten natuurlijk, maar... Er is wel gewoon iets geks aan de hand met dat hij zo vaak ziek wordt en shit. Ja, dat klopt niet helemaal. Ja, want ik bedoel... Khabib werd ook niet zo ziek en volgens mij traint hij net zo hard. Hadden jullie trouwens die reactie gezien van Duplessis onder foto van Khamzat? Khamzat had zo'n pk met zijn shirt uit, stond hij zo. Toen had Duplessis gezegd van... Put a shirt on, princess. I don't want you to catch a cold. Ja, iedereen gooit dit nu. Wat op zich fire, want die man was echt doodziek. Hij lag gewoon echt uit het ziekenhuis aan de infuus en shit. Ja, maar ja. Ik snap hem wel. Ja. Je praat zo gek altijd en je kan bijna niet die kooien omdat je elke keer ziek wordt. Ja, ik zie Robert Whittaker als de grootste test. Duplessis weet ik natuurlijk ook niet, is ook echt zwaar. Maar ik denk dat hij bijvoorbeeld een Sean Strickland dat Khamzat hem echt zou vermoorden. Ja, denk ik ook wel. Ja, sowieso. Zou hem echt overrompelen, man. Adesanya ook trouwens. Adesanya ook, ja. Duplessis taai, Whittaker taai. Maar ja, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Ik ben echt lui benieuwd naar deze. Dit wordt wel een gevecht waar ik met echt spanning op de bank ga zitten. En dan hebben we Topuria tegen Holloway. Quotering 1,38, 3,05. Wat? 1,38 Topuria. Topuria. Jezus. Holy moly. Serieus. Disrespect op Max Holloway. Zie je het net staan, man, omdat ik tot die quotering aan het checken was. Nou, echt. Dat is wel een bedje waard, vind ik. Over de 3 van Max? Ja, ik ga niks zetten. Waar kijken jullie meer naar uit? Naar Khamzat tegen Whittaker of Topuria tegen Holloway? Wel deze, man, meen. Ik ook. Ja. Maar hij komt in de buurt, die Khamzat. Ja, hè? Ja. Maar dit is wel het gevecht. Dit is echt zo'n fight, bro. Ik hoop dat het gewoon echt een oorlog wordt. Weet je waarom het zo, voor mij wel echt in de buurt komt? En dat ik misschien wel meer spanning voel voor het gevecht hiervoor. Is omdat Khamzat gewoon terugkomt. En ik gewoon echt eigenlijk gekke fan aan het worden was van tevoren. Ja. Ik doe gewoon lijp hoop dat het niet gaat tegenvallen, snap je? Ja. Dus ik denk dat als ik het nu zou moeten zeggen, zou ik dit gevecht zeggen. Maar ik denk als het moment daar is dat ik meer spanning heb bij dat gevecht... Ik ga sowieso meer spanning hebben ook. Maar dit is juist lekker. Ik heb geen favoriet in het main event. En het wordt gewoon een spektakel, hoop ik. Dat heb ik ook bij main event. Maar ik ben niet echt voor iemand. Nee, ik vind ze allebei hard. Ik vind beide uitkomsten vind ik hard. Ja. Dus als Topuria wint via KO is lijp. Holloway voor het eerst KO. En als Holloway wint, is iedereen gunt Holloway alles, toch? Ja. Vooral als hij wint. Herovert hij zijn titel. Zou zo'n mooi verhaal. Dan heeft hij echt UFC uitgespeeld. Dan moet hij daarna gewoon mic erop klaar. Ja, bro. Heeft hij 2 bells daar zo. Ja. Maar ja, die Topuria, man. Ik zeg je eerlijk, ik zie steeds meer dingetjes over hem. Ik begin steeds meer fan te worden. Levensgevaarlijk mannetje. Hoe meer ik van hem zie, hoe meer... Ik had die face-to-face ook gezien. En
ja, Topuria, je weet niet welke Topuria je krijgt in de interview. Soms kan hij echt, zijn hoofd kan echt hees zijn. En nu kwam Max Holloway, zei van, yeah, he's a fan, he's a fan. En Topuria zei gewoon van, ik zeg je heel eerlijk, ik ben gewoon echt een grote fan van je. Zeg maar, ik keek naar je op toen ik jong was, bla bla bla. Maar het is gewoon mijn tijd. Ja. En ik ga nu gewoon laten zien dat ik de beste ben. Wat ik gewoon echt heel hard vind. Ja, man. Ja, man. Hij gaat soms wel ver in die trash talks een beetje. Hij probeert soms te veel Conor te zijn, toch? Ja, ja, ja. Maar iedereen heeft daar last van. Ja. Maar die man is echt al... Ik check die filmpjes op... Check je zijn filmpjes? Ja, man. Hij is echt een biggie in Spanje. Ja, man. Hij is echt groot, groot. Hij is echt een ster al in Spanje. Ja, man. Ja. Dus als hij deze wint, hij gaat hij heeft het in zich om over te nemen, man. Wat denken jullie bij deze? Ik had die quotering niet zo verwacht, man. Ik ook niet. Ja, Max Holloway staat bekend om zijn boxing, toch? Mm-hmm. En nu zegt iedereen Topuria is de beste bokser in de UFC. Ja. Dus dat gaan we nu zien. Ik denk dat het voornamelijk staand wordt. Ja. En ik denk heel eerlijk gezegd dat... Aan de ene kant denk ik van, ik wil Max niet disrespecten of tegen hem inzetten, maar ik denk dat Topuria's boxing gewoon echt geen grap is. Dat het een hoger level is dan Max. En dan heb je Topuria ook nog die het gewoon meer kan mixen. Gewoon echt mixed martial arts. Hij kan je naar de grond halen. Hij trapt wat meer. En Max staat gewoon echt bekend om zijn boksen. Maar aan de andere kant... Topuria trapt niet zo. Nee, oké, maar Hij heeft meer wapens wel, ja. Zeg maar. En, maar aan de andere kant, Max Holloway is nooit knock-out geslagen en hij heeft een gekke cardio tank. En heeft Topuria zo'n cardio tank. Dus hoe langer het gevecht duurt, gaat Max misschien overnemen. Ik weet het gewoon echt niet wat hier gaat gebeuren. Ja, het kan inderdaad dat Max gewoon met zijn afstand, hij heeft natuurlijk langere reach, dat hij met afstand heel moeilijk te raken is. En dan cardio, 5 rondes lang. Dat kan. Ook omdat je denkt, inderdaad, van Holloway is nog nooit KO gegaan. En gaat Topuria dat nu doen? Maar het betekent natuurlijk ook niet dat je niet KO kan. Nee. Wie denken jullie dat beter kan boksen? Topuria. Denk ik. Maar dat is ook omdat ik al... Maar ik check Max's shit. Oh, maar het ziet er gewoon zo smooth uit. Ja, Topuria's sparring video's zie of zo. Klik altijd. Zo hard. En hij heeft dus gezegd van... Ik ga de eerste 10 seconden van het gevecht wijs ik naar het midden. En dan gaan we kijken of hij het aandoet. Ja. Ja. Is wel echt hard om te zeggen, want voor Holloway is dat gewoon niet slim. Nee. Want als ze dat gaan doen, Topuria is daar op zijn best, toch? Gewoon dicht bij elkaar zwaaien. Ja. Dan of je die lever of die hoek, je gaat door eentje geraakt worden door Topuria. En die zijn meestal gewoon KO. Dus voor Holloway is het niet slim. Dus wat gaat Holloway nu doen? Ja. Ja, als Topuria zo wijst, wat ga je doen? Ik denk ga je dat Holloway, zeggen no? Nee, ik denk dat Holloway het niet in zich heeft om te zeggen no. Ja, maar hij zet hem daardoor in een gekke positie. Ik denk dat hij het gewoon doet, man. Ja, dat denk ik dus zo. Daarom is het wel slim van Topuria. Ze vroegen Topuria van, wat vond je van dat gevecht van Holloway tegen Gaethje? Toen zei hij, het meest spectaculaire waren die laatste 10 seconden. En ik zag gewoon een bargevecht. Ze waren gewoon aan het zwaaien, zonder enige techniek. En hij zei tegen... En Max Holloway moest lachen. Dus hij... Jij en ik weten beide dat er niet echt veel techniek achter die combinatie zat. En als je terugkijkt, dat is ook wel zo. Ze waren gewoon echt aan het zwaaien. Ja. En ik denk dat als je dat doet tegen Topuria, dat je wel een probleem gaat hebben. Moeilijk. Ja, duidelijk de favoriet Topuria. Vooral omdat hij ook gewoon... Ik weet niet wie er beter kan boksen, maar... Die power van Topuria is wel echt anders dan de power van Holloway. Dat is duidelijk. Ja. Echt puur boksen, die ziet er bij Topuria wel gewoon cleaner uit. Maar Max Holloway is weer die ervaren guy die gewoon slim, zeg maar, rondes kan trekken. En met cardio van zijn cardio gebruik kan maken. Tegen Gaethje had niemand verwacht dat hij 5 rondes zou winnen. Precies. Nee. Zo zou hij moeten vechten tegen Topuria. Ja. En dat sluit ik ook echt niet uit. Dus daarom, ik vind die quoteringen... Zeg maar, ik zou geld zetten op Holloway door deze quotering. Ja, zeker. Ja, spannend, mannen. Ik kan hem dus gewoon niet kijken. En ik ga sowieso erachter komen wat er is gebeurd. Ik ga wel kijken. Ik moet nog kijken hoe, maar ik ga sowieso kijken. Ja, dit wordt... Ik ga echt niet kunnen kijken. Ik ga desnoods op een wc, maar dit ga ik sowieso kijken. Ik kan niet kijken.
Nee, jij kan zit gewoon kijken. In een restaurant. Ja. Maar je kan niet even je telly ook gewoon zo. Nee, bro. Dan kan je beter niet gaan. Nee, ze begrijpen dat niet, man. Dan heb je die hele bidet verpest. Dan kan je beter skippen en die hele kant kijken. Ze hebben mij echt geruïneerd. ja, maar zo, eigenlijk is het wel echt grappig. Dat was hem, mannen. De kaart. Gaan we voorspellen? Ja. Welke gaan we allemaal voorspellen? Gaan we die alle vier voorspellen? Of gingen we doen? Ankalaev, Rakic, Kobe. Ja, die Shara Bullet gaan we niet doen, toch? Nee. Oké. Ankalaev, Rakic. Ik ga toch voor Ankalaev. Decision. Ik twijfelde tussen decision, maar ik ga toch voor Ankalaev TKO ronde 2. Ik had Ankalaev decision. Ja, hiermee bereik ik niet heel veel. Whittaker tegen Khamzat. Ik ga voor Khamzat decision. Ja, ik had het ook, man. Khamzat decision. Ja, hier heb ik niet zoveel aan, jongens. Je had het ook. Ja. Ja, ik dacht gewoon, hij gaat... Ja, 3 rondes sowieso wel pakken. Maar ik zie hem niet zo snel, Whittaker... uitchoken of zo. Of KO slaan. Dat kan, het kan dat wel kan. Echt. Maar ik zie die niet hele grote kansen op. En ik denk gewoon dat Gams dat gaat laten zien van die cardio. Ik heb erover nagedacht om op Whittaker te zetten. Maar ik dacht, ik krijg dat niet. Wat ik ook niet uitslaat trouwens, is gewoon een zware KO van Gams. Dat kan ook gewoon. Ja, maar ook een KO van Whittaker. Zou ook. Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is niet zeg maar of hij choked hem in de ronde 2 of het wordt een decision. Staand is Gams dat ook gewoon. Nee, ik weet gewoon echt niet wat er gaat gebeuren, man. Deze is echt heel taai, man. Ja. Ik denk en ik hoop gewoon dat Khamzat gaat laten zien van die cardio. Ja. Je had alle drie hetzelfde. Ja. Ik heb wel over nagedacht om Whittaker te zetten, maar ja. Ik kan niet tegen iemand voor wie ik zo ben om punten te scoren. En dat kan waarschijnlijk ook nog eens missen. Dus, maar ik wist al gewoon dat jullie dit ook zouden hebben, ja. Ja. Dat is het mooie als je eerste staat. Dan hoef je daar niet over na te denken. Nee. Ik geniet maar erom, want dit is de laatste episode dat zo'n niet meer eens van zit. Oké, Topuria Holloway. Deze, leuk man. Ik ga voor de eerste knockout van Holloway. Zeg maar dat Holloway voor het eerst knockout gaat. Topuria KO ronde 2. Ik ga voor Topuria decision. Ik heb daar ook daarover getwijfeld, maar dan zou ik hem ronde 1 bos. Dan denk ik dus dat er gaat gebeuren wat hij zegt. Ja, dat is wel waar. Kanis. Maar decision Topuria. Holloway, decision. We gaan ervoor. Max, we moeten het doen. Dit zijn die momenten. Yeah. Dit is een coin toss. Ik wist het al, dat jullie bij deze durfde ik hem aan te gaan. Misschien mij of niet, maar ja. Dit zou prachtig dit zijn. Dit is voor jou een goede optie. Ook dus, als hij wint, is het ook decision. Ja. Dus dit is top. Denk dat het niet, ook niet helemaal goed voelt om maar tegen Holloway ook, in te zetten. Ik denk gewoon, zeg maar, als ik mijn geld zou inzetten, zou ik op Topuria zetten. Dus ik kan hier ook wel nu echt afscheid gaan nemen van jullie. Maar als hij wint, ik ben sowieso, zou ik het echt hard vinden voor Holloway, dan ga je wel helemaal uit je plaat. Ja, in die restaurant, zonder het te hebben gezien. Je gaat lijf uit de plaat kwijt. Ja, man. Dat was het. Dat was hem. Gooi jullie voorspellingen in de comments. Ik ben heel benieuwd. Ja, verdien even een shout-out in die comments. Het is nog niemand gelukt. Ja, ik zag iemand vragen. Gaan jullie niet vragen beantwoorden van kijkers? Maar niemand gooit echt vragen. Ja, nee, we hebben toch ook een keer... We kunnen wel weer een keer een Q&A doen. Misschien bedoelt hij dat. Oh, ja. Dat hebben we een keer gedaan, toch? Dat is wel fout. Dat mensen met vragen kwamen. Ja. Kunnen we weer een keer doen. Via Insta had je dat toegevraagd. Ja, precies. Ja, dat kunnen we wel doen. Dat is wel leuk. Maar als je een vraag hebt in de comments... We gaan nog gewoon beantwoorden, hè? Ja. Ja. Maar inderdaad, kom even met voorspellingen. En gewoon beter dan wij allemaal. Ja. En vragen. Connor? Ja, Connor. Connor is nu... hij heeft het nu bereikt dat ik gewoon door mensen word benaderd op Instagram... met wie ik gewoon... die ik gewoon één keer per jaar zie, random op een feestje of ergens.
die mij gewoon gaan DM'en van, yo, fuck met die man van je zo. En het is er niet één, zijn meerdere. Hij gaat nu gewoon echt te ver. Hij was weer bij die bare knuckle boxing. Yeah. Was hij een chick aan de haren aan het trekken. Bro. Dat die Devlin ertussen moest komen. Oh, hij was met Kodak Black. Was hij stout bieries aan het atten. Oh, yeah. En het is gewoon... Het gaat van kwaad naar erger. Gewoon met de dag. Bro, dat filmpje. Ik had dezelfde reactie als jou. Volgens mij was die topcomment was ook... That was a hard watch. Not gonna lie. Die was echt... Dat, precies, ja, dat ja, had man. Ik ook. Maar ik vond had het, echt pijn in mijn body. Ik vond het niet hard om te kijken. Man. Nee, ik heb die Devlin ook... geobserveerd tijdens gewoon dat Conor gewoon zo panja doet en ze staat een beetje op een afstand te kijken en je ziet in die blik van ja, Conor man. Hoe ga ik deze man naar afkicken ooit? Ze krijgen? Kan niet loesoe bro, ze zit gewoon met, soort met ketting aan hem vast, want ja, ga je hem verlaten, dan verlaat je een... Je kan loesoe, maar ja, ze gaat het niet doen. Ze zit gevangen. Is ze getrouwd? Nee, ze is niet getrouwd. Ze moet tante lief doen. Zeg ik wil trouwen, baby. En daarna is het squatten. Ja, ik zie hem niet meer in de octagon, man. Bro, hij kan niet in de octagon, bro. Ik wil hem niet meer zien in de octagon. Dit zijn harde woorden. Ik wil hem niet meer zien. Als hij zo is, wil ik hem niet meer zien. En ik begin hem nu gewoon ook aan hem te irriteren. Al die shit die hij tweet en zo. En alles wat naar buiten komt. Alles is gewoon... Bro, als zometeen die fight wordt aangekondigd... Je gaat gewoon lijp blij zijn. Eerlijk. Ik weet niet, broer. Hij loopt... Je gaat lijp blij zijn. Hij gaat sowieso vlakken, tuurlijk. Maar... Ook al doet hij zo gek, het blijft... Ik vind het nu gewoon mooi geweest. Ja, bro, ziet er niet uit, man. Hij neemt echt serieuze dijkies, hè. Ja. Echt serieus. Ja. Hoe die man kijkt uit zijn ogen, dat is niet alleen alcohol, man. Hij neemt echt serieuze drugs. Ja. En veel ook. En daarna stapt hij. Het is echt fire om te zien, man. Die man is echt ver heen. Hij moet echt naar de kliniek straks. Je weet toch, zo fire gaat hij volgens mij. Iedereen ook, ik zie ook, maar mensen zijn ook een beetje bang voor hem, toch? Ja. Het is Conor, zeg maar. Iedereen om hem heen. Mensen volgens mij voelen mensen zich ook niet meer fijn om hem heen. Je ziet gewoon, denken gewoon van, komt Conor weer. Je weet toch, weer panja. En dan moeten ze aardig doen en... Conor pakt je ineens bij je schouder. En hier heeft een bier die valt over je heen. Je ziet mensen zo staan van, wat moet ik doen? Weet je dat awkwardheid van mensen? Hij is die hinder panja-chappie. Hij is die hinder, maar dan trekt hij die chick bij de haren. Oh, ja. Het is gewoon, niemand weet echt hoe ze zich moeten gedragen. Aan de ene kant denkt ze is Conor McGregor. Aan de andere kant, je ziet even die binnen en denkt ze van, hij is wel hinder, maar hij is wel Conor McGregor. En toen was Dan Hooker was dus bij dat bare knuckle event. En toen tweette hij Dan Hooker en ik. Weet ik veel, maart 2025. Ja. Dat doet hij dus gewoon helemaal space. Gewoon aan de snuif en aan de alcohol. Bedenkt hij dat daar met Dan. Denkt hij van, ja man. Ja. Zo gaat het gewoon echt. Het zou wel een harde fight zijn. Ja. Eerlijk, ja. Dan Hooker is sowieso down. Ja, hij zei gelijk. Dan Hooker zei dat hij gewoon mede daarheen was gegaan. Omdat hij wist dat Conor daar was. Hij was die cornerman van die Oscar Willis, toch? Van de MacLife. Ah. Hij zei, dat is natuurlijk de eerste reden dat ik was gegaan. Maar de tweede reden was omdat ik wist Conor zou daar zijn. En dat ik kon kijken of het een optie was. En hij heeft dat wel gefixt. In de zin van dat Conor ervoor open staat. Maar Dana White had er ook op gereageerd. Hij zei wel gewoon van, ja, dat is wel echt een goed gevecht. Stel je voor, Chandler loopt hem nu mis dat Conor tegen Hooker gaat zou lijp zijn. Ja, man. Ja, Chandler heeft al een gevecht, dus. Maar ja, ik vind het ook veel pijnlijk om te zien. Maar ergens hoop ik ook juist dat hij gaat vechten. Omdat hij dan lijkt hij wel weer iets normaler te gaan doen. In dat kamp richting Chandler... Zag je er wel, hadden wij het er ook nog over. Ja, hij praat weer normaal. Hij lijkt gefocust, ziet er goed uit. Maar het is toch heftig dat we dat moeten zeggen. Hij praat weer normaal. Maar daarom wil ik deze Conor, die promotor Conor, de hele tijd aan het schreeuwen. Ik vind dat niet hard. Nee, ik vind het ook niet. Ik heb hem liever gewoon in een kamp naar een gevecht. Vrouw, volgens mij heb ik dat... Ja, ik had dat filmpje vandaag gepost. Dat hij ook zei wat hij zei over feesten en zo. Ja. Gewoon hoe hij is zo scherp. Dingen die alles klopt wat hij zegt. Alles ziet er gewoon goed uit. Je ziet gewoon echt een speciaal iemand, man. Echt, hij was echt speciaal. Echt op een andere manier speciaal. Daarom blijf het maar over hem hebben. En daarom hebben we nog steeds een fucking rubriek erover. Want we kunnen het maar niet loslaten. En mensen die het nooit hebben gezien...
blijf alles terugkijken, want het was gewoon alle interviews. Als je echt alles terugkijkt van Conor, dan begrijp je waarom we er nog steeds over praten. Voor alle nieuwe fans. Ik denk dat de meesten die het kijken het allemaal wel hebben gezien. Maar toch zeg ik het er nog even bij. Want elke keer als ik weer een oud filmpje zie, dan krijg ik weer een steek in mijn hart van hoe speciaal het was. Het is gewoon zuur om een idool zo te zien afzakken. Ja, man. Ja. Ja. Pijn is te voelen in deze ruimte. Ja, dat was hem, jongens. Nog een quiz. Ja. Zal ik eindelijk één vraag goed hebben? Hoe dichter we naar het einde van het jaar komen. Het is een wie het dichtstbij zit vraag. Let's go, Pak. Nou. Hatsa. Hatsa. Gaat over Max Holloway. In hoeveel titelgevechten heeft Max Holloway gezeten in de UFC? Ik ga zo meteen aftellen en dan moet hij het tegelijk zeggen. Oké. Okay. Hebben jullie iets? Ik heb iets, ja. Soef heeft geteld in zijn hoofd, we merken. Een beetje. Wel, ja. Ik kan helemaal, heb je geteld, pa? Nee. Oké. 3, 2, 1. 8. Het is 9. Oh. Het is 3 keer Volkanovski, Aldo. Je, BMF tel je ook, toch? BMF telde ik niet eens. Oh, damn. Of zat, misschien zat hij wel in de ik denk wel dat hij erin zat. Dan maar hij heeft hem gewonnen met Anthony Pettis. Hmm. Die een beetje mensen zijn vergeten. Dan heb je Aldo 2 keer of twee zo. 2 keer was dat, ja. Dan heb je 3 keer Volk. Dan heb je 1 keer Gaethje. Ja. Je hebt nog Brian Ortega, Frankie Edgar. Dus volgens mij zat die BMF er niet eens tussen. Oh, nee, dat heb ik niet eens gedaan. Helaas, Mark. Je hebt nog een paar maandjes. Het kan nog. Cheers. Ik zou best een drankje willen drinken met Conor. Ja. Maar ja, ik heb zo dat hij me hier grijpt. Oké, jongens. Dat was hem. Dat was het dan. Ik kijk er erg naar uit. Laat even weten wat jullie allemaal denken dat er gaat gebeuren. Is er ook iemand, Camp Holloway? Denkt iemand dat Holloway deze over de streep kan trekken? Ik denk veel, man. Ik denk, Holloway heeft veel fans. En terecht. En als je niet subscribe vandaag, hoef je niet meer te kijken bij de volgende. Serieus. 2000, ze komen eraan. En dan vragen. Ik wil veel vragen willen we zien. Die gaan we beantwoorden. Bedankt voor het kijken en tot snel. Later. On and on. Nee, ik ga niet plat in die octagon. Ga niet voor die elk, ik heb het opgezond. Heb een nieuwe invest en ze zakt me soms.